Hey, kijkers van ShadowGames23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik jullie deel nummer 0 van mijn Road to gold serie hier op Black Ops 2. En um, ja, ik dacht, weet je wat? Ik wilde dat al een hele tijd doen. En ik wou gewoon eens een keer weer een nieuwe serie van uh, Black Ops 2 hier op mijn kanaal hebben. En ik dacht, weet je wat? Laat ik gewoon een Rot-to-Gold serie doen. Ik heb al best wel wat wapens geleveld hier op Black Ops 2. Maar er zijn een paar wapens die heb ik nog niet geleveld. Die heb ik amper aangeraakt eigenlijk. Dus um, ja, die ga ik jullie vandaag allemaal laten zien. En uh, wel, jullie mogen uit twee. Twee wapens kies volgens mij ja, en nou wel in deel 1, dan uh, ga ik duidelijk maken welk wapen er is. Dus Gewoon, met welk wapen ik uh, een rote gold serie ga doen. Dus ja, laten we maar eens even gaan kijken. Even kijken, ja, gold stuff. Nou, ik heb deze dus al goud uh, uh, Peacekeeper. Ik heb Peace Nigger genoemd, dus um, ja, wel hier hebben we dan de eerste rote gold class. Dit is de uh, QBB LSW. Hij is een Light Machine Gun, dus ik heb er EOTech op opgezet. Hij is level 2. Ik heb er volgens mij één keer iets mee gedaan. Volgens mij, ik weet het niet. Maar um, ja, ik heb er wat perks op gezet. Lightweight, Fast Hand toughness Dexter Shining, Scream Condition. Dat is in principe alle perks die je nodig hebt voor een Light Machine Gun. Nou ja, en in principe, ik heb niet echt behoefte aan een. Um, een of zo. Ik heb er gewoon een Concussion bij gedaan. Die ga ik later wel weghalen als ik uh, hier even wat meer attachments bij krijg. Dus ja, ik heb er even een, uh, een class van gemaakt, en uh, ik heb er even een. Um, uh, weet je wat ik had uh, het. DLC-cam je opgezet. Ik weet niet of ik er een secondary bij moet doen. Het kan wel, maar ja, het is een route gold serie. Dus ik wil eigenlijk alleen maar spelen met dit wapen. Gewoon ook geen ander wapen. Alleen maar deze. Want je ziet wel veel mensen doen dan ook een uh, secondary erbij. Maar wel. Je speelt die met dat wapen. Dus ik vind dit wapen echt gewoon best wel uh, ja lijf voor route Gold serie. Dus um, ja. Goed, mijn tweede wapen is een shotgun. Het is de KSG. Uh, best een chill wapen vind ik. Het is uh, een van mijn lievelings shotguns. Ik heb er even een reflex sight op gezet met uh, ja, plus dus. Die vind ik altijd wel grappig. Hier heb ik wel een secondary mee gedaan. Gewoon puur om het feit... Stel nou dat ik auto of ammo raak, wat redelijk, redelijk snel gebeurt met shotguns. Heb ik altijd deze nog? Ik denk niet dat ik een hele hoge streaks ga halen, maar het is mij vaker gebeurd dat ik zonder ammo kom te zitten met die shotgun. En reloaden gaat ook best wel, ja, lang duren bij shotguns. Dus daarvoor heb ik ook even de B32 ergens bij gedaan. En, um, Ja, ik heb, ik heb nog geen fast hands. Waar krijg je überhaupt wel fast hands eigenlijk? Ja, er is helemaal geen reload ding volgens mij. Ja, scavenger, oké. Okay. Maar dat wil ik er wel op hebben. Alleen, ik heb dat nu nog niet. Dus ja, wel, ik heb hier ook gewoon even de extreme condition opgezet. Gewoon in principe paasje shot. shotgun glass. Gewoon zorgen dat je snel kunt bewegen. Wel, ik heb er gewoon een concussion op geplut. Misschien ga ik er nog wel een keer wat anders mee doen. Want wel, ik wil hier namelijk nog wel scavenger en hier nog wel ghost op hebben, denk ik. Dus dan haal ik denk ik het attachment hier vanaf en deze. En dan zet ik er gewoon ghost en scavenger op. Maar goed, ik heb nog wel uh, wat andere wapens die ik jullie wil laten zien. Nou ja, we gaan gewoon even hier beginnen. Nou, ik heb um, deze nog niet geunlocked. Je ziet wel, dat MSMC is bijna level 15. Deze zat ik ook aan te denken, maar... Daar is iets heel erg vol aan. Dus dat ding heb je snel gehouden. En ik wil gewoon dat het een lekkere serie wordt. Gewoon wat lekkere episodes. En ja, dit betekent dus ook dat als ik bijvoorbeeld een slecht potje heb. Waar ik 5 uh, om 10 uh, sta, bijvoorbeeld. 5 kills, 5 doods. Of, nou, 5 deaths. 5 dood, jongen. Nee, maar. Uh, dan, dan moet ik hem ook uploaden. Dus uh, ja, kijk maar het zijn nou echt een super slecht potjes, Waar ik amper kills, zal alleen maar dood gaan. Wat ik soms wel heb. Dan, uh, dan heb ik ook gewoon zoiets van YOLO. Nee, maar. Even kijken. Goed, assault rifles. En die is level 6, die is level 5 bijna, dus... Dit kan wel... Deze is best wel grappig, eigenlijk, voor een Route to Gold-serie. Dit is een semi-automatic assault rifle. maar, nou, Nee... Dit is weer zo'n ding. Nou, deze ga ik al uh, goud halen. En volgens mij moet je een wapen diamond halen om steeds de prestige En Ik weet het niet. Let even achter in de comments, want ik wil graag mijn Peacekeeper diamond hebben, dus... Ja, even kijken. Um, en misschien, 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 als ik hem goud heb, besluit ik om um, hem nog diamond te halen. En dan gaan we gewoon door met de serie. Maar dat hangt er puur vanaf hoe het loopt. Want wat moet ik prestige met die wapens? In principe, dat duurt ook best wel lang. Dus um, ja, maar goed, ik wil nog even wat anders laten zien. Even kijken naar shotguns dus. Uh, deze was dus al level 4 en deze hebben ik nog niet geunlocked. Het is al pas later unlocked. En zoveel Black Ops 2 ben ik daar ook weer niet. Nee, maar in ieder geval, dus het KSG... Uh, Remmick, dan heb ik al mee goud. Even kijken. Dan hebben we nog, dan hebben we nog. Ja, Light is dus wel. Dan hebben we de MK40. En dan hebben we deze dus. En dan hebben we de L-sat nog. Wel, dan is deze volgens mij het laatste het laagste level. Dus ja, de hebben we natuurlijk ook enorm op in en goed. Maar uh, deze lijkt me wel heel erg grappig. Ik vind hem ook wel grappig, trouwens. Zien. Goed, wel, Sniper, Sniper. Even kijken, ja, deze is best nog een level. Ik zat er ook aan te denken om misschien een. Um een goede Gold Serie met de Ballista te doen. Uh, die lijkt mij hartstikke grappig op te doen. Gewoon lekker durpen en zo. Maar ik denk dat ik daar gewoon wat live commentaries en zo meer ga doen. En wel de Kicks heeft al, Ik weet niet of jullie die video van hem zagen gisteren. Hij begon te klagen over dat er alleen maar live commentaries waren op dit moment. Wel, uh, ik ben ook van plan om wat meer achteraf commentaarjes te doen. Dus er uh, wordt überhaupt gewoon meer Black Ops 2 gepost op mijn kanaal. Want wel Minecraft en zo. Ik wil gewoon eens even wat anders doen. Misschien komt er ook wel een Crysis 3. Road Roto de serie aan. Ik wil gewoon meer single player games doen. Gewoon, ik vind dat zelf ook leuk. En ja, natuurlijk heb ik hier ook wel eigenlijk gedacht de Road to Gold serie. Gewoon, het <laughs> is echt gewoon. Oh mijn god! Maar uh, nee, dat wordt te dorp. Uh, ik had nog wel een paar ideeën. Bijvoorbeeld iets van. Pistols, zo'n Executioner. Daar heb ik wel aan gedacht om die te proberen groot te halen. Maar dat leek mij ook gewoon niet. Uh, nee, nee, nee. Misschien is dat een Small of zo. Dat zijn gewoon weer de dingen die ik altijd zou doen. Crossbow heb ik aan gedacht. Maar um, nee. Ik wil een fatsoenlijk wapen. En uh, het duurt <laughs> over het algemeen best wel lang voordat ik um, uh, zooi kreeg. Dus ja, we gaan eens even kijken. Even kijken. Siberia. kijk, het aan de kills met crossbow. Kills. Kills, kills, kills. Dus je moet in principe 300 kills hebben met de crossbow. En dan kun je met zonder attachments en zo dat, dat, dat draait dit in principe allemaal om. Dus hier mogen jullie in principe ook wel uitkiezen een crossbow. Maar als jullie het willen doe ik het. Ik, het lijkt mij hartstikke leuk om te doen. Maar hij is ook wel level 5. En wel, kijk ik heb er al best wel wat attachments op zitten. Uh, tri -bolt dus nog niet. Maar uh, dan ga ik er denk ik ik kok op of zo Ik weet het niet. Maar laten we daar van achter. Deze vind ik ook helemaal prima. En dan maak ik dan de plekken wel even een klasje van ofzo. Dus uh, in principe wat jullie uit kunnen kiezen zijn: dus de KBB, LSW, de KSG en de Crossbow. Daar moet ik even een klasje mee maken, natuurlijk. En. Fuck het. Fuck het gewoon. Fuck het gewoon. Kies hier ook maar gewoon uit. Ik vind het helemaal prima. Uh, we moeten wel nog allemaal headshots en alles. Oh my god. hoeveel headshots moeten we krijgen. Ik moet 100 headshots. Oh, dit wordt echt dramatisch als we deze gaan doen. Nee maar, uh, laat even achter. Jullie kunnen dus uit deze classes allemaal kiezen. De, de Executioner, Crossbow, uh, KSG, uh, QBB, LSW. En um, ja, dat was het wel, jongens. Bedankt voor het kijken allemaal. Ik ga nog wel even, denk ik, nog wel wat classes maken voor deze twee. En als jullie nog uh, tips hebben voor mij qua classes. Dan uh, laat het even achter in de comments. En wel, dan zie ik jullie denk ik zo snel mogelijk weer bij een nieuwe uh, episode van mijn Road to Gold serie. Dus ja, laat het even achter, jongens. En het is heel simpel. 10 likes voor de volgende episode van Road to Gold. Dat ga ik proberen om te doen. Halen we dat niet. Geen probleem, blijf ik gewoon posten. Maar ik wil gewoon eens kijken hoe het gaat. Het is gewoon een experiment. Gaat het goed? Ik ga wel zorgen dat we een redelijk aantal likes hebben. Dat er gewoon uh, nog steeds uh, drie episodes per week vanuit te komen. Want ik plan om hier drie episodes per week van te posten. Misschien op maandag, woensdag en in het weekend één of zo. Of donderdag of zo. Ik weet het niet. Maar goed, in ieder geval bedankt voor het kijken allemaal. Tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. En dan spreek ik jullie later. Dus ja, later mensen.